De heemtuin is niet alleen bedoeld voor ontspanning en natuureducatie. Het is ook een plek voor de reïntegratie van langdurig werklozen. Maar vanaf volgend jaar gaat de subsidiegraan dus dicht. Ook al gaat dat sneller dan gedacht, de tuin had de bui al wel zien hangen. Wij hebben ook als bestuur steeks het uitgangspunt genomen. De heemtuin wil financieel onafhankelijk worden. En dat kan met behulp van dit zout dat bij Veendam wordt gewonnen. Het is natuurzuivere magnesium dat wordt gebruikt in de industrie. Maar het is ook heelzaam voor de mens. Daarom bestaat er nog steeds een plan om een zoutmeer aan te leggen bij Veendam. Het zout wordt door het bedrijf Seksal geschikt gemaakt voor de consument. De Heemtuin verkoopt die producten al, maar er is meer kruisbestuiving mogelijk. Wij kunnen het zout gebruiken als het gaat om zoutbaden. Wij zouden hotsoeps hier neer kunnen zetten. We kunnen lezingen en workshops daarover geven. En dat betekent extra bezoekers, naast de mensen die alleen naar de planten komen kijken. Seksal, die de magnesiumproducten over de hele wereld verkoopt, gaat vlakbij een bezoekerscentrum bouwen. Ook dat is gunstig. En uh, ja, in deze locatie ligt er vlakbij. En uh, de tuin uh, en de horeca uh, en de activiteiten die we doen zijn natuurlijk uh, heel mooi aanvullend. De Heemtuin wil verder flexwerkplekken gaan maken in deze kas... Er is plaats voor een nieuwe winkel en er komen meer kinderactiviteiten. Al met al moet de toekomst er weer fleurig uitkomen te zien. Ja, ik denk zeker dat deze ontwikkelingen, bij elkaar opgeteld, zeker toekomstbestendig zijn voor de heemtuin.